Het volgende is een ware heksentoer. Alle knollen en rapen nog aan toe. Hier is de 2x2x2 van het Oranje Team. Driemaal heeft mijn kat gemauwd. Viermaal is mijn eronits. De strijd, de strijd. Om de ketel, ik begin. Het giftig Engeland erin. Pat die onder koude steen. 30 etmaal, er nog één. Slapend gif hebt uitgezweet. Jij het eerst erin geheet. Slang. In vuile poelgebroed, smoor en glooiend ketelsgloed. Meer katoog en roer dan plan, vleermuiswol en addertong. Kik voor steen, hagedisplot, uilenvleugel, paddenbrood. Laat het tovermengsel koken, als een helse walmen roken. Drakenschubbel vol vertand. Haaienmaag en ingewand. Mummiesap met bloed van raven. Schierlingwortel, s'nachts gegraven. Lever van een woekerjood. Geitengal en ipeloot. Bij maneclips gesneden. Voeg nog tijgermaag erbij. En Gret is onze brei. Koloneer met apenbloed. En de toverij is goed. Dat staat bij ons ook wel bekend als kortweg hutsepot. Dat is een lekkernij hoor. De toverij en vooral stoverij van het Oranje Team. Basisschool Voorheide uit Arendonk, waarvan we nu Tom. Tom, het is aan jou hè, om een heksentoer uit te halen. Je moet een aantal punten inhalen. 6 nota bene. Gaat je dat lukken? Ik hoop het. Wat is jouw onderwerp? Waar ga je het mee aanpakken? Vikingen. Licht uit, spontaan. 10 vragen over de Vikings, want ze heten ook wel eens Noormannen. Die Vikings kwamen uit Scandinavië. Welke 3 landen, ik wil ze alle 3 horen, worden hiermee bedoeld? Denemarken, Zweden en Noorwegen. Dat is goed. Denemarken, Noorwegen en Zweden. Eerste punt binnen. Wanneer ongeveer had de eerste inval van de Vikings in Engeland plaats? 789. Dat is goed. In die tijd was de Scandinavische samenleving ingedeeld in klassen. Hoe werden de meesters genoemd die over een bepaald gebied regeerden en legers aanvoerden? Jarl. Jarl is goed. Ja, ja. Dat is duidelijk Zweeds, hè, dat hoor je. Jarl. Ja, als je niet meer kunt volgen, dan moet je maar minder culturele programma's opzetten. Elk gebied had een ting dat als rechtbank fungeerde. Boven de tings stond de Althing. Dat is allemaal duidelijk voor jou? Niet voor mij, maar goed, ik doe alsof. Met welke hedendaagse instelling kan de Althing vergeleken worden? Parlement. Zoveel uitleg om gewoon als antwoord te krijgen, parlement. Dat is toch eigenlijk wel een pokkenjob, hè, presentator op tv. Vraag 5. Omstreeks 900 ontdekte Vikings IJsland en vestigden zich daar. Ze waren afkomstig uit Noorwegen en op de vlucht voor welke heerser? Harald Blondhaar. Heet die man werkelijk zo? Harald Blondhaar. Want trouwens, iedere man die Harald heet en blond haar heeft. Hè? De Noorse Vikings, is een goeie natuurlijk, stichten op IJsland een eigen republiek. Tot welke eeuw bleven zij onafhankelijk van Noorwegen? 13e eeuw. Dat is goed, een beetje aarzelend. Maar toen kwam plots jouw Vikinghart weer boven en het is goed. De Deense Vikings voerden zuidwaarts tot aan Frankrijk. Aan wie gaf de Franse koning Karel III in 911 een stuk grondgebied aan de monding van de Seine? Rollo. Dat is weer zo'n lange vraag met als antwoord. Rollo. Alsjeblieft. 7 op 7. Weet je dat, Tom? Je bent de held op dit moment. De held van de klas en van de hele school, denk ik. Hoe heette de zoon van Erik de Rode, gedaan met blond haar, nu heeft hij rood haar, die omstreeks het jaar 1000 voet aan wal zette in Amerika? Leif Haraldsson. Ik kijk naar de jury en die zit zo van, zullen we ja of nee? Zal ik mijn goed haar tonen? Ja, het is goed. Ik weet niet helemaal, maar het is Leif Eriksson, Haraldsson, maakt niet uit. Het is goed, ja.
Geef toe. Je mag mij straks een schouderklop geven. De koning van de Vikings leefde omringd door jaals of graven en skalden. Wat waren de skalden? Dichter. Dichter bij de dichter is goed. En dichter bij de 10 punten. Want je hebt er nog maar 1 te gaan. Dichters bezongen in saga's de heldendaden van de koning trouwens. En hoe heten de schrifttekens die de Vikingen gebruikten? Dat weet hij. De schrifttekens van de Vikings. Dit heb je erom gedaan. Je weet het goed genoeg dat het runen waren. Het runealfabet bestond uit 16 tekens die tevens een magische betekenis hadden bij orakelspreuken. Helaas, dat orakel heeft niet mogen waar zijn, maar je scoort fantastisch. 9 erbij, jullie staan op het rondecijfer van 30 punten. En terwijl Tom wordt vertroeteld vanwege zijn 9 punten door Nathalie de Verschrikkelijke, ook Viking van geboorte, beginnen wij aan een nieuwe ronde Mastermind met Bart. Ja. Dag Bart. Dag Michel. Ah, ja, maar ja, wij maken nooit kennis met elkaar. Hè. Wij beginnen gewoon dat spel en wij zeggen nooit dag. Hoi de mannen. Hoi. Voilà. Ah, goed. Wat is jouw onderwerp? Soske en Wiske. Volgens mij hebben die ook een stripalbum gewijd aan een Viking, nee? Ja, 1. Zijnde? De vinnige Viking. Zie je wel. Ze hebben altijd zo of pe schoonslag. Weet je wat dat is? Dat is een stijlfiguur. Hoe heet dat? Ik zou het niet weten. Chic woord, onthoud het. Alliteratie. Dat ga je pas leren als je 15 bent, maar je kan daarmee al uitpakken. Dan zeg je maar, dat is een alliteratie. Vinnige Viking, alliteratie. En zo ga je er meer horen, denk ik, want we beginnen aan 10 vragen over Suske en Wiske. Niet de eerste keer dat dat onderwerp in schoolslag binnen het wereld, dus het kan moeilijk worden. Zet je schrap. Je moet niet zoveel punten uit de brand slepen. 3 nota bene, maar toch doe je best. Daar gaat het om. Licht uit, spot aan voor Bart. In het verhaal De Gekke Gokker is een klein boosaardig speelduiveltje aan het werk die Lambiek helemaal in zijn macht heeft en hem tot spelen verleidt. Geef de naam van die speelduivel. Jacques Potfees. Jacques Potfees, het symbool van de geldverkwisters, is goed. Eerste punt. Op het einde van het verhaal van Tedere Tronica speelt professor Barabbas de mannelijke versie voor van Tronica. Wat is de naam van die mannelijke computer? Ordinator. Dat is goed, niet Terminator. Daar heeft Arnold Schwarzenegger ongetwijfeld naar gekeken, maar ordinator. In het statige standbeeld, daar heb je zoiets, statige standbeeld, dat is een alliteratie, krijgt Lambiek een standbeeld op de Azoren. Weet je ook welk eiland? Dat is moeilijk, hè? Dat soort dingen, daar vissen wij naar. Komen we een avond gezellig bij elkaar, zitten we te pitten, zo van wat kunnen we die Bart allemaal aandoen? Dit is er zo een. San Miguel. Geen probleem, steek je laten vallen. Dat wil nog niet zeggen dat je dit voor bekeken houdt. In De Perenprins maken Suske en Wiske kennis met het perenvolk. Dat verdient zijn kost met het kweken van wat? Van gouden peren. Ja, het wijst zichzelf uit, maar belangrijk was dat het gouden peren zijn. Wie is de perenprins? Suske. Suske, want hij had net voordien een draak gedood. We kijken niet naar de score, we gaan gewoon door. In De Stierentemmer leren we de nicht kennen van Tante Sidonia of Tante Sidonie. Een Spaanse zangeres, ken je haar naam en ik wil hem exact horen. Net de anker of Carmencita Falasol? Pardon, het tweede deel? Carmencita Falasol. Het is net iets anders dan Koen Krukke, maar het is goed. Ja, Koen Krukke zou misschien aan zo'n naam kunnen denken. In De Kleppende Klipper, hoor je het? Kleppende Klipper, alliteratie. Worden onze vrienden met de teletijdmachine van professor Barabbas naar de 18e eeuw geflitst. Recht in zee. Wat is de naam van het schip dat de drenkelingen oppikt? Het zeepaard. Het zeepaard is goed. Hij weet er duidelijk veel van. Je hebt ze allemaal gelezen, hè, die boeken. Ja. En het is een hele rij, dacht ik. Hoeveel? 231. Zit allemaal in zijn koker. Hij is zelf een beeldverhaal, denk ik. In Het Laatste Dwaallicht maken Suske en Wiske een tocht onder de grond met de ondergronder van professor Barabbas. Hoe heet die ondergronder? De Terranef. De Terranef is goed. Ik heb er nog één over die kleppende klipper. Dat was een geheimzinnige driemaster. Hoeveel kanonnen heeft dat spookschip aan boord? Dat is weer zo'n gemene. Om je een beetje te doen afzien. Nu een beetje te doen zweten, blinkend voorhoofdje zo. Hoeveel? 12. 20.
Wat wil je, moeilijke, makkelijke of gewoon ijzingwekkend moeilijk? Makkelijke. Maar nee, vraag een ijzingwekkend moeilijke. Ik heb er toch nog maar één. Ja, neem ze maar. Neem ze maar. Nou ja, ze is gewoon gemakkelijk. Hoe heet in het laatste dwaallicht de koning van de elfjes en de kabouters? Oberon. Zullen we maar zeggen dat die ijzingwekkend moeilijk was? Je hebt alsjeblieft 9 punten gescoord. En, wat zeg ik, 8 punten? 8 punten zijn voldoende om te winnen, want 27 plus 8 is 35. Dat is 5 meer dan voor Heide. Ja! Kom erbij, jongens, want dit is het belangrijkste moment. Dit is le point final. Daar is het allemaal om te doen geweest. Dit, Satan, kom eens hier. Dit hoort thuis tussen het mummiesap en het ravenbloed in je stoofpotje. Pak het aan. En dit moet je met waardigheid behandelen, want je hebt een verdiende hele ploeg van meester Erik Groene team. Hoewel, deze is ook niet mis. Ik heb nog t-shirts om uit te delen en we zijn er volgende keer weer in 1, 2, 3, Reti! Tot dan! Jou, de man!